In deze video passen we voorwaardelijke opmaak toe op een rapport. Open het afdrukvoorbeeld van het rapport Inschrijvingen per cursus. Alle cursusprijzen worden in een rode kleur weergegeven. We gaan op het besturingselement prijs voorwaardelijke opmaak toepassen, zodat alle cursusprijzen kleiner of gelijk aan 30 euro in een groene kleur worden weergegeven. Schakel over naar ontwerpweergave. Selecteer het besturingselement prijs en klik in het lint op Opmaak, Opmaak van besturingselementen, voorwaardelijke opmaak. Klik in het venster Regels voor voorwaardelijke opmaak beheren op de knop Nieuwe regel. Als criterium stellen we in veldwaarde is kleiner dan of gelijk aan 30. Selecteer of typ hiervoor de correcte waarden in de tekstvakken. Klik op de knop Tekstkleur. Selecteer een groene kleur en sluit af met OK. Klik op Toepassen en OK. De voorwaardelijke opmaak is nu toegepast op het besturingselement prijs. Bekijk het afdrukvoorbeeld. De cursusprijzen kleiner of gelijk aan 30 euro worden nu in een groene kleur weergegeven. Sluit het rapport en bewaar de wijzigingen.